Hallo, ik ben Noureddin van het Agentschap Integratie en Inburgering. In onze communicatie met anderstaligen gebruiken wij duidelijke taal. Laten wij kijken hoe je dat in de praktijk doet. Ik stel je voor een Olga, medewerker bij het Sociaal Huis, die duidelijke taal spreekt. Hallo. Ook Juana, die op zoek is naar een nieuwe woning. Zij heeft Spaans als moedertaal. Hallo, ik spreek een klein beetje Nederlands. Hallo, welkom bij het Sociaal Huis. Ik ben Olga. Hoe kan ik u helpen? Kijk, hier spreekt Olga duidelijk en langzaam. Goedemiddag, ik zoek huis. Je zoekt een huis? Ja, ik zoek een huis. Goed, we kunnen je helpen. Ik heb vragen voor u. Ben je hier voor het eerst? Ik begrijp niet. Juana begrijpt de vraag niet zo goed, dus formuleert Olga het anders. Ben je al cliënt bij het Sociaal Huis? Nee. Ik geef je een afspraak bij mijn collega Kirsten van de dienst Wonen. De dienst Wonen kan je helpen. Ze zoeken samen met jou naar een woning en ze helpen jou met de administratie. Olga gebruikt hier pictogrammen. De afspraak is op 13 maart om 10 uur bij Kirsten. Olga geeft niet te veel uitleg, enkel de essentie. Voor de afspraak moet je ook documenten meebrengen. Werken? Ja. Heb je een loonfiche? Een loonfiche ziet er ongeveer zo uit. Hier staat op hoeveel je verdient. Heb je zo een loonfiche? Ja. Heel goed. Ik geef je een papier mee met alle informatie. Wanneer moet je terugkomen? Olga controleert hier of Juana haar goed begrepen heeft. Op 13 maart om 10 uur. En wat breng je mee? Werk. Dat klopt. Olga zegt niet dat werk fout is, maar ze corrigeert op een positieve manier. Je moet een loonfiche meebrengen. Oké, dankjewel. Tot ziens. Tot ziens. Bye. Bedankt, Olga en Juana. Dit was ook een goede oefenkans Nederlands voor Juana. Succes met de tips.